In deze video gaan we kijken naar een trade die ik geplaatst heb op het aandeel AMD. En hier maakte ik een cruciale fout waar ook jullie van kunnen leren. We gaan kijken naar de trade. We gaan ook kijken hoeveel geld ik eigenlijk daarmee heb misgelopen. We gaan kijken wat ik daar beter had kunnen doen. En tevens gaan we even kijken naar mijn klein account en hoe die er voor nu voor staat. Voor de mensen die voor het eerste keer op dit kanaal belanden, mijn naam is Kevin Timmer. Ik hou me voornamelijk bezig met het traden van aandelen, opties en crypto. En we houden daarnaast ook bezig met NFT's. Dus als dit onderwerpen zijn die jij interessant vindt, zorg ervoor dat je abonneert en even een like geeft op deze video. En dan gaan we snel het scherm induiken. De trade in kwestie was geplaatst op het aandeel AMD. Het is best wel een grappige situatie dat we hier hadden. Ik zal zo meteen even daar verder op ingaan. Maar laten we gewoon even beginnen bij het trade idee. Waar het idee vandaan kwam, wat eigenlijk de bedoeling was. Dus we hadden hier zo op AMD, als we kijken naar de daily chart of naar de dagelijkse grafiek, dan zien we dat we hier support hebben rondom de $100. Dus we hebben hier al een base liggen. Dus dat is dus support, oftewel steun. En afgelopen, 28 januari, zijn we daar ingekomen. En dat hebben we ook vastgehouden. Dus dat is een heel goed teken. Al zijn we nog wel in een downtrend. Als je ook kijkt van oké, het aandeel maakt lower lows en lower highs op de dagelijkse grafiek. Dus we zijn nog wel in een downtrend. Ondanks dat we dus dat support vasthouden. De dag in kwestie was de 31ste, dus die gaan we bespreken. Dat was waar de trade plaatsvond. En als we even wat inzoomen op het urentijdframe, dan zien jullie wat ik bedoel. Dit was het support level rondom de $100. En als we wat verder inzoomen, dan hebben we hier nog een support level liggen rond de 107. Dus het aandeel komt daarin en houdt dit vast en gaat daarna vervolgens weer verder omhoog treden. Breekt vervolgens dat level. En op de dag zelf hebben we hier zo dat het aandeel dus boven dat support level weer opent. Dus er waren hier twee opties die we konden doen. En het was wel grappig, want mijn collega trader Arjan in de daytrading community deed precies het tegenovergestelde van wat ik nu ging doen. En ik zal je ook uitleggen waarom dat het geval is. Want er zijn hier eigenlijk twee opties. Eén is, dit support level houdt niet en breekt naar beneden. En daarom is het dus een short. De andere optie is, het support level houdt wel vast en om die redenen is het dus een long. Nou, heel grappig, mijn collega Arjan die dacht dat het support level dus niet ging houden, die ging short. En ik dacht dat het support level wel ging houden en ik ging dus long. Dus dat gebeurt niet heel vaak, want normaal gesproken is het wel heel duidelijk een long of het is heel duidelijk een short. Maar in dit geval kon het eigenlijk een beetje beide kanten op gaan. En om die redenen zaten we tegelijkertijd in hetzelfde aandeel, maar wel allebei de andere richting op. Dus dat was een grappig element in de livestream binnen de Daytrading Masterclass afgelopen trading sessie. Dus als we gaan kijken naar de minutenchart, hoe die er vervolgens uitziet en wat er gebeurde, en dan snappen jullie ook een beetje waar het fout ging. Om het nog even duidelijk aan te wijzen, die rode lijn is dus het support level. Mijn collega Arjan die ging short rondom dit stuk, omdat het inderdaad leek alsof het level niet ging houden. Dus eigenlijk best wel een goede trade aan de short kant. Helaas heeft het niet gewerkt. Als we kijken naar hoe ik de trade heb getraden, en dan zien jullie ook dat ik een cruciale fout heb gemaakt. Dit is de trade. En als we eventjes de 1 minuut chart erbij pakken, dan zien jullie dat ik echt long ben gegaan op de bodem. Vervolgens een deel verkocht heb rondom de high of the day. Dat is sowieso handig om te doen. Als je ergens de bodem aantikt en vervolgens treedt dat ding naar de high of the day, ik pak altijd een klein beetje winst. Daarna heb ik nog een klein beetje winst gepakt. Vervolgens heb ik weer opnieuw toegevoegd aan de positie, precies weer op het laagste stuk. Dus eigenlijk de trade management hier supergoed. Ik tik iedere keer de bodem aan. Ik verkoop in de resistance, wat op dat moment de high of the day is. Dus is helemaal, gewoon helemaal goed gemanaged. Alleen hier maakte ik een cruciale fout. Ik verkocht hier mijn hele positie en miste vervolgens deze hele run. Nu kan je natuurlijk zeggen van oké, ja, dat had je niet kunnen weten. Eigenlijk wel. Dus dat is een cruciale fout die ik hier maakte. En ik laat jullie ook zien wat ik hier anders had kunnen doen. Want wat gebeurt er nou eigenlijk als we inzoomen in de chart? We hebben hier een high en een low. Vervolgens maakte die een lower high, dus dat is natuurlijk wat minder goed. Maar hij maakte ten opzichte van de laatste high, of van de laatste low bedoel ik, plaatste die een higher low. Dus op zich gewoon goed. Als iets een higher low maakt en jij bent long, dat is gewoon prima. Nou ja, ik was hier long gegaan. En vervolgens verkoop ik mijn positie, hele positie verkoop ik hier, omdat ik dacht dat het aandeel in ging zakken. En dat is super, super lomp. Want uiteindelijk, dit was de laatste low en ik had gewoon moeten wachten tot dit zou breken. En dan had ik eruit moeten gaan. En ik had het aandeel de kans moeten geven om alsnog een higher low neer te zetten en vervolgens weg te gaan.
Nou, voor de mensen die een beetje duizelig worden van higher lows, higher highs en dat soort zaken, dit zijn eigenlijk cruciale dingen om te weten en price action te leren. De mensen die in de daytrading masterclass, die herkennen dit precies en die weten ook waarschijnlijk wel waar dit op een gegeven moment is fout gegaan. Dus higher highs en higher lows zijn gewoon standaard basisprincipes om prijs te leren lezen. En ik heb hier gewoon een cruciale fout gemaakt door niet af te wachten of dit de laatste low zou breken of een nieuwe high zou maken. Dus door deze fout te maken heb ik deze hele run gemist. En dit had makkelijk, want ik had deze trade geplaatst op opties. Dit had makkelijk zo'n $300 tot $500 winst kunnen zijn. En zoals jullie weten, ik ben 1 januari begonnen met een klein account. Een klein account van $1000. Dus, en deze trade had ik ook op dat account geplaatst. Dus die $300 tot $500 die ik had misgelopen, had een enorme leuke impact kunnen hebben op mijn kleine account. Dus dat is erg zonde. De trade in kwestie was niet verliesgevend. De trade in kwestie was uiteindelijk nog $78 winst. Maar het had veel meer kunnen zijn. En dat had mijn kleine account al best wel snel kunnen gaan groeien. Nou, als je je afvraagt van oké, hoe staat het er eigenlijk voor met mijn kleine account? Zoals jullie misschien weten, ik ben met $1000 begonnen op 31 december. En ik ben dat aan het groeien gewoon om te kijken, oké, hoe ver kan ik ermee komen? En als ik niet al te veel van dat soort fouten maak, kan ik dat account heel snel groeien. En als we kijken van waar we nu staan, we zijn nu eigenlijk een maand verder. We zijn nu ondertussen op zo'n $1400 winst. Dus dat betekent dat het account op $2400 staat. Dus dat is meer dan 100% groei in minder dan een maand. Het is voornamelijk aan het begin heel hard gegaan. Het gaat nu ietsje langzamer. Ik ben er ook eerlijk in. De reden waarom dat is, ik ben op dit moment in Dubai. En ik moet eerlijk zeggen, de trades die ik plaats een beetje snel. En ben ik afgeleid en ga ik weer andere dingen doen. Dus mijn focus hier is ietsje minder dan dat het normaal gesproken bij mij thuis is. Dus dat is ook gelijk weer een beetje te zien, zeg maar, in de performance op het kleine account. Maar aan de andere kant, er zit een stijgende lijn in. We zijn nog steeds winstgevend. We doen ons best om het kleine account te groeien. En als ik niet al te veel van dat soort foutjes maak, zoals ik zojuist maakte op AMD, dan ben ik er heilig van overtuigd dat we heel snel dit account kunnen groeien naar $5000 binnen een korte periode. Dus dit was een update met een trade review met een fout die ik gemaakt heb op het aandeel AMD. Jullie weten ondertussen ook weer hoe het kleine account ervoor staat. Dus als je het interessant vindt en meer updates wilt, laat sowieso even een comment achter. En voor de mensen die zoiets hebben van, nou, ik wil ook aan de slag met het traden van aandelen, crypto of opties. Wat je nu kan doen is, je kan een gratis strategiegesprek inplannen met mij of iemand uit mijn team. En tijdens dit gesprek gaan we kijken of traden überhaupt bij jou past. En als dat zo is, of wij jou kunnen helpen. Dus dat kan middels de link onder deze video. Kun je hem daar gratis inplannen en wie weet spreek ik je dan op een strategiegesprek of met iemand uit mijn team. That's it. Abonneer op het kanaal en dan spreek ik je in de eerstvolgende video.